extremely dick here. Hallo. Hallo. Zo, ik sta heel even in een hoekje van mijn kamer gepropt. Ik wilde namelijk even goed beeld van mijn gezicht. Ik ga nu vertellen wat ik ga doen. Ik ga namelijk vandaag een behandeling ondergaan in mijn gezicht. En dat is een CO2 laserbehandeling. Wat de bedoeling daarvan is dat eigenlijk de vlekjes uit je gezicht verdwijnen. Minder worden. Vandaar dus dat je gezicht egaler wordt. En ik hoop dan ook dat ik hierna geen foundation of andere smeerseltjes meer nodig heb. En dan speciaal vooral dit stuk irriteer ik me echt heel erg aan. Er zit echt een soortje pigment hier dat je denkt van hallo, heb je een snor? Dat heb ik deze zomer opgelopen. Ja, tijdens de zwangerschap lopen zulke dingen ook wel sneller op. Ik denk dat daar ook al het een en ander is ontstaan. Ik heb hier ook allerlei vlekken. Ik ga dus naar Babak van Kliniek 63. Die heeft me wel erbij verteld dat het ongeveer 2 weken duurt voordat het helemaal hersteld is. Deze video ga ik dan ook 2 weken lang opnemen. Dus jullie zien nu het beginshot en aan het einde van de video zien jullie hoe het er over 2 weken uitziet. Niet doorspoelen, wel kijken hoe het mij allemaal is afgegaan. Ik heb niet gevlogd onderweg, dat was niet heel verantwoord met die regen. Maar ik ben in Oud-Zuid. Nu is de volgende uitdaging alleen nog even een plekje zoeken. There we are. Op hoop van zegen. Dat we er zo uit gaan zien. Ja, dit mag even vast, in de verdoving alvast. Ja, klaar. Zeker weten. Ja. Niks gemist. Nee. Oké, okay, dankjewel. Ja. Ik ben nu bij Babak van Kliniek 63. Hey. En zijn assistent Sherry. Ik ben al een beetje raar aan het praten. Hij gaat even wat vertellen over het apparaat. Ik krijg nu medium lichte behandeling. Omdat je dus relatief weinig tijd hebt, dat je op een tijdje denkt, ik heb het langer 10 dagen, dus dat ik er meer wat heb. En dit kun je op een vuurverband doen, dus die keer voldoende worden. Ja, ja. Dus dat is het gebiedje. Kijk, je kunt het rondje ook groter maken. En dan moet je eerst even naar standby. Kijk, heb je een groot rondje. Een rondje. Een rondje. Ja. Je kunt hem zelfs buiten het midden sturen. Dus. Ja. Ja, heel erg gevolgen. Ik ga op de helft. Oké, okay. Dan gaat het ook iets langer. Gaat het met de pijn? Gaat het goed hoor. Ja? Ja. Het is alleen het licht waarom ik zo moeilijk krijg. Alrighty. Dan gaan we nu, oké? Okay? Zo mevrouw, gaat goed? Ja. Vertrekken gedaan. Komt goed, ja. En het is heel snel gebeurd. Sorry, het gaat heel snel. Ja, en omdat het ook zo snel gebeurd is. Super. Omdat het ook zo snel gebeurd is, kan je er wel even doorheen of zo. Alleen die geur, jongens. Het is gewoon burning. Al mijn haartjes zijn weggebrand. Ik heb serieus, denk ik, ongeveer 4 uurtjes geslapen. Maar ja, hè? Het is maandag nieuw ronde, nieuwe kansen. Wel heel letterlijk voor dit gezicht. Want mijn gezicht krijgt letterlijk ook nieuwe ronde en nieuwe kansen. Zo, een hele goede morgen. Dit is hoe ik ben wakker geworden op dag 2. Ik heb nu wel gewoon op mijn gezicht geslapen. Want ik dacht, ja, dag. Ik ga niet nog een keer proberen om op mijn rug te slapen. Ja, het is echt extremely dik hier. Nou, ik ga even koffie drinken en zo.
Ja, ik vind het tot nu toe heel erg meevallen. Ik heb geen pijn. Het is wel wat opgezwollen. Ik voel het trekken. Jeuken ook vooral. Ik heb heel veel zin om eraan te krabben. Maar dan ben ik sowieso natuurlijk wel een heel erg krabberig persoontje. Ja, toen ik wakker werd dacht ik wel even van, oh jee. Volgens mij is het echt helemaal exploded. Ik kan niet douchen een week. Ik kan mijn haren niet wassen een week. Maar voor mijn haren is dat wel eens even een keertje goed. Dus ja, niks smeren. Volgens papa is dat het beste om gewoon helemaal niks te smeren. Gewoon het natuurlijke proces van je huid helemaal zijn gang laten gaan. Korstjes is niet voor niks. Zwelling is niet voor niks. Er is daar van alles gaande. Dus ja, we gaan het zien. Op naar dag 3. Wat het is, maar iets in mijn gezicht voelt heel fris of zo. Rondom mijn ogen lijkt het net alsof ik een openere blik heb. En dat terwijl ik al wakker ben vanaf 4 uur vanochtend. Nul make-up op. Helemaal niks. Nul rimpen. Nul. Ik heb serieus echt het gevoel dat ik een herboren huidje heb. Ik zie het zelfs. In mij valt nooit iets op. Vanaf een week was het wel zeg maar redelijk te doen om de deur uit te gaan. Dus dat dan weer wel. Maar ik moest wel echt nog heel erg me inhouden om niet alles af te krabbelen. Hier zit nog wel wat pigment. Dat zou ik eigenlijk nog wel, daar was het ook wel echt het ernstigste, het meest. Daar zou ik het misschien ooit nog wel een keertje voor willen doen. Om dat echt helemaal weg te krijgen. Maar nu nog even niet. Ben er toch blij mee, jongens. Ik heb nu namelijk helemaal nul nada niks make-up op. Normaal gezien zou ik echt meteen beginnen met een BB cream. Deze gebruikte ik. Als ik echt mijn hele zwangerschapsmasker weg wil krijgen, je ziet hier nog wel iets, dan zou ik toch wel nog een behandeling moeten doen, denk ik. En dat wil ik ook nog wel gaan doen. Maar voor nu ben ik echt wel heel erg blij. Zo, daar ben ik dan inmiddels een maandje verder. En voilà, dit is het resultaat. Ik heb geen make-up op en ik ben nog steeds super blij met het resultaat. Wat ik wel jammer vind is dat je het niet heel erg goed terug kan zien op beeld. Het is gewoon steeds best wel anders qua belichting, qua licht van buiten. Dan is het weer vet donker, dan is het weer vet licht. Het is gewoon elke dag anders. Dus dat is heel moeilijk om echt twee beelden naast elkaar te houden van voor en na. Maar zelf kan ik wel degelijk zeggen dat ik echt heel erg blij hiermee ben. Ik heb meteen opgezocht hoe je het beste resultaat zou kunnen krijgen. En dat is dus eigenlijk als je of één hele intensieve of twee behandelingen ondergaat. En daarna zou je dan eigenlijk elk jaar een keer moeten herhalen. En normaal, voordat ik deze behandeling had gedaan, zou ik gezegd hebben, ja, dag, dat ga ik echt niet doen elk jaar. Maar nu ik dit zo zie, dat het zo lekker zacht is en echt wel een beetje dat liftende effect heeft, denk ik. Ja, misschien ook wel. Maar goed, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Om het andere pigment wat er nog is en om ander pigment terug te dringen, ga ik deze gebruiken van Biodermal. Die schijnt daar heel erg goed voor te zijn. Hopelijk kom ik daarmee al een heel erg eind. Als jullie nog vragen hebben over deze behandeling, stel ze zeker even in de reactie hieronder. Daar ben ik heel erg benieuwd naar en ik zal ze allemaal sowieso beantwoorden. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende. Dies doet! Rock that joint.